Hoi, ik ben Hiel. Ik ben Femke. En ik ga uitleggen wat reddingszwemmen is. Het is mijn hobby en we zitten nu in de boot. In de watersurfing. Dit is een rescue. En ik ga even zien waar ik voor pakken kan. Oh, even blijven. Eerst een tin. Ik sta. Wat? Ga je zo? Zit hij nou vast aan Femke dan? En dan heb je zo. Nou, ga je dat altijd missen. En leg je hem achter. Met die zo'n been. Zo dik. Een band, denk ik? Nee, een reddingsboei. Dit is een reddingsboei. Het is best mooi. Het is van echt een reddingsboei. Dan kan je dan gewoon om je heen. Dit is een reddingszwemvest. Ik zal het even onder. Ik trouwens, ik doe echt een best uit. Het gaat niet helemaal goed, hè? We zijn nog 2 minuten bezig. Zo, ik heb hem aan. En dan heb je dit ding. Doe hem dicht. Dan maak je een mooi vest. Dit is een klos. Een reddingsklos. Een reddingsklos, hoor ik. En gooi hem nog weer in het water. Je zegt het niet. Je moet eerst zeggen wat je naam. Je naam. Je naam. Trouwens, je moet eerst het ding omdoen. Dat is de eerste stap. En dus hier zit een knoop in. En als je doet buiten. Buiten. Binnen. Buiten. Binnen. En dan wel om een goede hand. Mag niet te lang turen, dan is het helemaal dood. En dan ga je zo gooien naar iemand. Maar je moet wel langzaam gooien. Want als je dat op haar hoofd ziet, is je nog meer dood. En dan zeg je je naam. En je zegt eerst dan eerst je naam. Als eerste en je zegt doe je armen wijd. Armen wijd. Dus zo. Ja, en dan gooi je. En dan gooi je en dan vraag je ondertussen wat er is gebeurd. En de touw is denk ik 2. En dan hou je hem binnen. Ja, maar dat doe je ook weer op een manier. Maar dat ga ik niet uitleggen, anders duurt het te lang. Ja, gewoon zo. De duimen naar buiten. Trek. Niet zo. Een duim heet het. Een cam. Recht, een cam. En dan ga je zo vast zo neerleggen. Kijk, een mooi touw. Ik ga nou een pak laten zien. Hij is een beetje zwaar. Die is binnen. We hebben zo'n pak. En nu laten we zien wat er allemaal is. We gaan eerst even omleden. Ja, en we gaan allemaal even omleden. Man. Ik moet even het zakje openmaken, dus maak je maar geen zorgen. Er zit papier in. Zitten de handschoenen? Handschoen. Ik zal hem even aan. Aan de andere kant zitten ook nog handschoenen. Ik zal hem even aan doen. Mooi, is groot. Hij plakt, maar dat is de bedoeling. Ja. Ga hem even terug doen. Dit is een thermodeka. En dan als iemand in het goed is, kan je hem erop leggen. Oh, dit is een muts. Oh, we hebben zelfs een muts. Dit is geen muts, denk ik. Ja, dit is een muts. Een muts, mooi muts. En wat is dit? Wat is dit? Ik ga nog even op zoek naar dat mes. Ja, maar hier zit dat mes, denk ik. Oh, nee, hier. Zo, zit het dat mes? Waar zit dat mes? Waar is dit dat mes? Waar zit dat mes? En we hebben nog een boeien. Wat? Dat is reddingsvest. Even op zoek naar. Oh, hier? Ja. Dat is het mes. Ik ga even het mes pakken hoor. We gaan er 9 minuten. Oh ja, ik ga even.
We hebben hier een mes. Als je dan vast zit en een touw. Als je onder water zit, dus met een mes of met touw, kan je met deze weghalen. Dus kan je touw doorsnijden. En hij is erg scherp. Verstaan, ik denk die kinderen in de klas. Kinderen. Dat hebben we ook nog. En het is geen keelmes. We zitten in de regen, goed zijn. Maar we zijn toch al bijna klaar. Ondertussen begint het ook nog te regenen. Heel fijn. Hè? Ik ga even de boot laten zien. De boot is een soort. Dit is het nummer. Dit is het nummer. En dit is dan alle spullen die we net hebben gebruikt. Ja. Ik zit in de echte boot. De boot niet. Ik kan de boot een beetje zien. En dat is dan de motor, olie. Nu ga ik er even uit. Tiel, waar we zitten. Zuid. Je kunt ook echt harder schreeuwen. Hij zit nou op de... Mooi rondje lopen. En het regent. Mooi, hè? Ja, ik heb kapsen nog staan tegen. Nu komt wat je allemaal in de boot hebt. Nee, een klos, een touw en nog veel meer dingen. Oh, we gaan weer. Hier. En hier een mooi kastje. Was dit? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Je kan informatie vinden op www.tiel.nl en... Als jullie ook op ruimte zwemmen willen, dat kan. Dat het is tot 6:30 tot 7:30. Het is op vrijdagavond. Dank voor het kijken. Doei!